ben in aanraking gekomen met Trek de Talent omdat René Rademacher ons benaderde met de vraag: hebben jullie zin om aan het project mee te doen? En toen dacht ik, dat is een cadeautje. Gaan we doen. Waarom dacht je dat? Om de doodeenvoudige reden dat je binnen het onderwijs probeert om leerlingen zo divers mogelijk zaken aan te bieden. En diverser als dit kan dus absoluut niet. Dit is echt. Ik heb Trek de Talent hier in Alkmaar kunnen neerzetten. Samen met het bedrijfsleven en de school. En ik coördineer het dus. Dat is dat extra steuntje in de rug wat die jongens juist nodig hebben. Waarom hebben ze dat nodig? Omdat sommige, soms zijn ze wat te bleu om dieper in zichzelf te duiken. Het reflecteren op zichzelf, dat is ze niet gewoon. En als ik ze dat ga vertellen, dan ben ik het weer die met het verhaal aankomt. En het is veel waardevoller als een ander het vertelt. En zeker iemand die in het echt mee werkt. Bij elke leerling wordt uitgegaan van zijn kwaliteit. Vaak kunnen jongeren hun eigen kwaliteiten nog niet eens benoemen. En daar help je ze mee. We hebben ook een aantal workshops waarvan we hebben gemerkt dat de leerlingen achteraf zeggen: goh, dat heb ik inderdaad allemaal kunnen ontcijferen of dat heb ik nu echt kunnen benoemen. Dus heb ik inderdaad kwaliteiten? Dan gaat het over solliciteren of het benoemen waarom jij goed zou zijn in een bepaalde vaardigheid. En dat gebruiken ze ook bij een andere workshop weer, want het is altijd prettig om trots te zijn op jezelf. Ja, ik vind dat ik er best wel veel van op heb gestoken, want nu weet ik hoe je een begroting moet maken en ja, dat je een begroting moet maken, zodat je kan kijken hoeveel je nog overhoudt per maand en hoe je moet sparen. Nou, ik hoop te bereiken dat dit project zoveel voor de jeugd en de jongeren doet en dat het bedrijfsleven het zo leuk vond om dit mede te organiseren, dat we dit kunnen continueren, omdat het dus die meerwaarde heeft en verder doorontwikkelen. Het is zeer zeker belangrijk hoe je je als man moet aankleden, een stukje presentatie. Nou, ik vind het juist heel erg belangrijk om zo gekleed te gaan, omdat je dan ja, heel verzorgd overkomt. En mensen hebben meteen een indruk van ja, die gozer die gaat er echt voor. Dit lijkt me zo fantastisch, omdat je dan, en je bent betrokken bezig, maar je bent ook met jeugd bezig. Jeugd is toch degene die later ook voor ons zorgt en die de toekomst heeft, is zo. En ja, als je dan een beetje kan helpen met mensen die die periode gehad hebben en zelf nu dingen kunnen uitleggen, vaak allerlei kwaliteiten bij bedrijfsleven, dan is dat ontzettend meerwaarde voor de jeugd. Ja, ik vind het wel een heel waardevolle workshop. Waarom? Omdat ik er best wel veel aan gehad heb, omdat het best wel handig is om te weten op het moment dat je er echt voor gaat, dat je het ook zeker weet dat je het gaat halen en zo. Goedemiddag. Ik ben Harold Westerman, ik kom van een sollicitatiegesprek. Oké, dag. Dag, Harold Westerman. Ik vind het een leuke workshop, omdat ik beter kan solliciteren nu. Ik vind dat ik er heel veel aan heb. En wat zijn de leuke kanten van politie zijn? Hoe ziet een doordeweekse dag voor u eruit? Ja, ik denk dat als je hier een beetje leert vragen stellen, dat je er wel veel aan hebt. Gewoon dat je snelle vragen aan mensen zal stellen die je normaal voor je zal houden. De reacties van de leerlingen hierop die variëren naarmate het project vordert. Ik was vorige week iemand naar huis aan het brengen in de auto en die zei wat ik eigenlijk in workshop 3 dom vond, heb ik nu gebruikt. En dat ging over een bouwplan maken. Dat is de achtertuin. De tuinen. Ja. Oké. Okay. Nou, en over dit gedeelte hadden we verschillende meningen. Bijvoorbeeld. Net alsof het in het echt gaat. Verschillende meningen. Ja, heerlijk, dan wordt het beter. Ik ben ook blij verrast. Ja, zeker. Met de manier waarop men het gepresenteerd heeft, de studenten, waren echt wel vasthoudend. Als je eens wat vroeg, dan gaven ze toch tegengas. Dus ja, ik vind het leuk om even tegen de burgemeester, niet omdat ik het ben, maar gewoon je komt binnen en je zegt wat je vindt. Maar dat zeggen zij ook. En dat vind ik heel Noord-Hollands en goed. Ze leren hier dat ze wel van elkaar afhankelijk zijn. Als ze het in hun eentje doen, wordt het namelijk ineens komen ze ook niet aan het einde van het parcours. En dat is wat we ze wel mee willen geven. Dat ze, willen ze wat worden, kunnen ze dat niet alleen. Ik heb geleerd om samen te werken. Dat is iets wat ik heel moeilijk vind. Omdat ik altijd maar dacht van, ik kan het zelf wel, weet je. Ik heb anderen niet nodig. En dan ga je toch wel heel hard onderuit. Als je dat dan zo aan dit programma meedoet. Robert de Beurs. Je hebt wel wat van geleerd, zoals sollicitatiegesprekken. Dat was ja, wel super. Dat je ook de rollen om kan draaien. Dat je bijvoorbeeld jij de vragen gaat stellen aan de die eigenlijk de sollicitatie zou af moeten nemen.
Dat was wel anders dan ik ooit sollicitatie heb gedaan. Nou, zeker leuk, leerzaam. Ik heb er ook het een en ander veel van opgestoken. Bijvoorbeeld over hoe je solliciteert en hoe je eigen verkoopt. Dit blijft hangen. Dit is zo buiten het normale geëikte onderwijs om, dat het absoluut een indruk maakt. En eigenlijk zouden veel meer leerlingen op deze manier van dit soort zaken moeten kunnen profiteren.